Voor u onder de wolk ruikt is dit Screen Talk met vanavond de internationale koningin van de musical. Ze speelde in Londen, Moskou, ze stond zelfs op Broadway. Maar vanavond is ze hier, dames en heren, Pia Douwes! Dit, dat is gewoon trucage. Ik bedoel, ik zeg altijd maar zo, doe maar paranormaal. Dan doe je al gek genoeg. Ik loop hier dus die beurs op en ik merk eigenlijk direct dat we in hogere sferen terechtkomen. Zometeen verschijnen er één voor één vier vrijgezelle mannen. Zo te zien heet die Borre. Yep. Zou jij laten porren door Borre? Allereerst perfecte date, sowieso uit eten. Elkaar beter leren kennen, ja. Het is november, de dagen worden korter en de nachten worden langer. En dat betekent natuurlijk dat de sterren langer stralen. Althans, de meeste dan. Om deze reden hebben wij een vijftal vallende sterren uitgenodigd om vandaag ons panel te vertegenwoordigen. Ja, en vanavond hebben wij natuurlijk weer een belangrijke vraag voor onze BN'ers. Wie kan er het beste 40 dagen zonder seks? Ik kan absoluut niet zonder seks. In ieder geval geen 40 dagen. Jij hebt de hele nacht liggen komen. Toen ben ik verdacht geweest van grootschalige hennephandel. Dus wacht even, je bent verdachte geweest van grootschalige hennephandel? Ja, ja. Maar je had het niet gedaan dus? Nee, ik denk maar dat niet. Hoe is dat dan gegaan? Nou ja, goed, je komt in een onderzoek terecht. En in België mogen ze je 24 maanden vasthouden in een onderzoek. En dan is het aan jou om te bewijzen dat je het niet hebt gedaan. Ja, vraag het maar aan Frank Masmeijer. Zegt hij, je hebt hetzelfde probleem gehad. Zit je in de hennephandel? Ja. Nou, kijk, ik heb er wel verstand van, laat ik je dat zeggen. François, 22 jaar geleden kwam jij ter wereld met een andere naam. Ja, klopt. Kun je eens vertellen, wat is er gebeurd? Ik ben geboren als meisje. Ik ben transgender, dus dat wil zeggen dat je geboren bent in het verkeerde lichaam. En daar ben ik toen 12 ben ik erachter gekomen. En wat doe je op zo'n moment dat je erachter komt? Nou, voor mij was het aan de ene kant heel veel erkenning. Maar aan de andere kant wou ik het ook niet. Want ja, je zit natuurlijk midden in de puberteit. Je wil niet anders zijn dan de anderen. En door de puberteit krijg je natuurlijk ook de secundaire geslachtskenmerken. En ja, daar voelde ik me ook echt totaal. Je kreeg vrouwelijke vormen. Ja, ik kreeg borsten en dat soort dingen. Ja. Neuro is volgens mij de nieren, blaas. Ja. Mag ik je eraan helpen herinneren dat je nog twee vragen hebt en twee hulplijnen? De afgelopen weken bezochten wij skigebieden in Innsbruck, Wildschönau, Kaproen, Gerlos, Argentzee, Oost-Tirol en Pietstal. Zo. En de leukste, lekkerste, beste plekjes kregen van ons deze Ski & More marker, zodat u het thuis online kunt opzoeken. Dit is niet iets waarvan ik had gedacht het ooit mee te zullen maken, maar we zijn zojuist op de piste geland. Ik ga vandaag iets heel vets doen wat ik nog nooit heb gedaan. Ik ga namelijk zweven in de lucht als een vogeltje. En dat doe ik door te paragliden. En paragliden kan je natuurlijk niet alleen. En daarom ga ik straks eventjes mijn instructeur ontmoeten. Ik ben wel eens een keer meegeweest met een programma tegen de Ski & More. Toen moest ik op beeld gaan skiën. Oh ja, met die vreselijke presentator. Ja, dat was vreselijk groot. Oh. Mijn eigen chalet ligt net iets boven het centrum van Valandry. Maar in dit dorpje is echt aan alles gedacht. Vermaak voor de kleine kinderen. Er zijn restaurants, supermarkten, terrasjes en echt alles wat je wil hebben in een wintersportgebied. En er is ook genoeg gezelligheid. En die gezelligheid ga ik even opzoeken. Après-ski is natuurlijk niet voor niets verantwoord. Dus die gezelligheid hier gaat nog wel even door. Proost.